Kijkers van Online Games, van harte welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Minecraft Survival. Jongens, we gaan lekker verder waar we natuurlijk gisteren waren gebleven, dus dat komt helemaal goed. We gaan eerst ons de pompoenen leegmaken. Laten we dat doen en dan gaan we eens even kijken. Goed, we hebben dit stuk eigenlijk een beetje leeggemaakt. Dat hebben we misschien een klein beetje voor niets gedaan. Want ik heb toch aan zitten over na te denken om die toren aan die kant te bouwen. Ik wil hier namelijk iets anders, een groot project willen gaan bouwen. Ik weet al wat, maar dat zal over een paar aantal maanden zijn. Dus nu voorlopig nog niet. Ik wil dat namelijk aan deze kant. Of we gaan hem helemaal ergens anders bouwen. Kan natuurlijk ook. Dat we uitkijken door aan de achterkant van het huis gaan bouwen. Dus hier achter. Dat zou ook nog kunnen. Dan gaan we niet die toren en dan kunnen we die berg gewoon, kunnen we gewoon laten. Dan kunnen we daar iets spectaculairs gaan bouwen. Dat kan natuurlijk ook. Ik denk dat dat een woord al, jongens. We gaan dus weer toch weer een andere plek dan wat ik in gedachten had. En ik wil een mooie schitterende toren zien, dus ik ga er eens een keer. Ik heb er nog niet echt een afbeelding gevonden. Ik heb niet echt iets fatsoenlijks gevonden, zeg maar. Dus en we kunnen altijd zeggen dat we daar ook nog wat gaan bouwen. Maar ik wil hem eigenlijk aan de achterkant, want waarom wil ik dat doen? Dan is het niet zo hier op elkaar erop gebouwd. Want hier. Is ruimte zat hier. En hier is ruimte genoeg, dus waarom zullen we het niet hier doen, weet je? Het kan allemaal. Dit ziet ook niet echt uit daar. Nou goed. We moeten het ermee doen. Ik denk dat dit hem wordt. Dus we gaan eerst even lekker slapen. Want die pompoenen hebben we er allemaal af. Dus ik denk dat we dat gaan doen. Want dat plek daar wil ik even voor iets anders een keer gaan gebruiken. Daar wil ik echt. Daar zijn we echt maanden mee bezig. Misschien weet je het al. Herhaling seizoen 3. Uit dat natuurlijk gebouwd hebben, zit er een project, wil ik daar gaan bouwen. Dat lijkt me, daarvoor is deze plek groot genoeg daarvoor. Ja, we gaan maar eens even aan die kant kijken. Het huis staat er prima, want aan de achterkant van het huis, dat bouwen we niet echt. Laten we altijd links, laten we altijd liggen, zeg maar. En dan moeten we dat maar eens eventjes niet een keertje gaan doen. We willen hem echt vlak achter ons huis, dat denk ik niet. Eerst even. Dit laten we ook zo staan. Dat is natuurlijk dit. Dus ik denk inderdaad dat we hem hier het beste kunnen gaan bouwen. Het is erg bergachtig. Dus we moeten nog een hele hoop gebeuren. Alleen dit hier. Is uiteraard onze smeltruim. Die wil ik laten staan. We kunnen hem het beste, ja. Om het hier zo te doen. Dus even wat hout weghalen. Zoals dit hier. Dit hier. Moet heel even weg gaan halen. Ik denk dat we dat daar gaan doen. En dan wil ik het echt heel anders gaan doen. Dus het wordt weer een aflevering met plak maken. Dus
Dus gaan we toch weer een andere plek kiezen. Nou, hebben we eigenlijk gisteren voor Jan Lul dat gedaan. Nou goed, maakt niet uit. Want ik kwam ineens het idee van, hé, we moeten die plek vrij hebben, want daar wilde ik wat anders bouwen. Dat had ik al, dat wilde ik al heel lang daar doen, dus die plek moet ik vrij. En dan, ongemerkt gaan we, heb ik die plek toch in gebruik. Maar hier is plek zat, weet je. Hier kunnen we echt gewoon gebouwen bouwen wat we willen. Ik wil een beetje doorbouwen wat we eigenlijk normaal gewoon eigenlijk drie laag, zeg maar. Zo'n trap met drie blokken. En dan daarbovenop een toren bouwen. Goed, die toren moet geen idee, maar ik wil hem echt volledig rond bouwen. Ik weet dat dat heel gek klinkt in Minecraft. We moeten ook een stuk van deze berg omhakken. Ben ik bang. Dus we moeten even wat hout hier even om weghalen. Zodat we inderdaad gewoon de achterkant gewoon van dit huis ook kunnen pakken. En dan morgen een plan bedenken. Is dat natuurlijk het beste plek. Ik bedoel, het staat dan niet echt in de weg, want af en toe denk ik van die toren die staat in de weg. En als dat hier, dan zal het niet echt in de weg staan. Goed. Het is gewoon ook heel eventjes. Misschien moeten we toch een stuk van die bergen keer gaan om weghalen. Misschien inderdaad moet ik eens een keertje een livestream van Minecraft inzetten, zodat we alleen maar puin gaan opruimen. Echt alleen maar rotsen gaan opruimen. Dus misschien een beetje een saaie ding, maar laten we eens een keertje dat gaan doen. Gewoon op een zaterdag, gewoon even wat rotzooi opruimen. Had ik geen livestream gaan, was wel de plan, maar uiteindelijk ging ik niet door. Kijk, als we hem nou gewoon hier doen, kijk, pad doortrekken, dan gaan we hem gewoon een beetje hier zo doen. Dus ook deze bomen even weg. Tot hoever? Laten we tot hier even afwegen. We kunnen ook gewoon zeggen, we kunnen ook even al deze acacia bomen gaan omhakken. Kan natuurlijk ook. Even daar de tijd. Ja, ik denk niet alle acacia bomen. Die al omgekapt, laten we dus deze boek omkappen en deze boom die laten we zitten. Even kijken. Deze boom ook dus weg. En de rest kunnen we even laten staan. En dan hebben we genoeg aan hout. Dat sowieso. En dan moeten we maar eens even
goed kijken, want ik denk sowieso niet dat we de eerste steen deze week al gaan zetten. Ik bedoel, eerst even spullen verzamelen, wat we willen. Zit al bijna vol, hè? Zo. Dat is even een dingetje. Zullen we maar eens even... binnenkort ons inventory even leeg gaan maken. Dat is even de bedoeling. Nu al vol met troep. Het is echt ongelooflijk. Spullen droppen. Zoals hout en zo. Ja, gewoon, ik doe even alleen het hout. Zo. Dat begint ook vol te raken, ja. Dat begint vol te raken. Me echt vol te raken. Nou, daarna hoeven we de komende rest van het jaar hoeven we even geen hout meer te pakken. Dan hebben we dat in ieder geval gehad. Dus dan hebben we een flinke voorraad aan hout. Binnenkort Halloween, dan ga ik ook nog eens op avontuur. Och jongens. En die avontuur, die gaan wij, na, misschien zelfs na aflevering 300 pas. Ik denk dat dat hem wordt. Hebben we uiteindelijk aflevering 400 ooit een keer bereikt? Ik weet het even niet. Ja, volgens mij hebben we wel een keer 400 bereikt. Dat weet ik niet helemaal 100% zeker. Ik ga even kijken wat het record daarvan is van het vorige seizoen. Hier is echt wel een betere plek dan daar. Ik vind van wel. Even kijken wat het laatste stuk... Deze boom die laat hier staan. Ja, ik pak ze gewoon en dan kunnen we... Deze moeten ook heel even... Dat is 17. Kan ik niet bij.
wel. Dan ga ik even de laatste bompjes even fixen. En dan is het ook weer mooi geweest. Kijk wat een ruimte hier, man. De ruimte is er. Mochten we nog meer grote gebouwen of weet je wel echt nog meer bouwen, kunnen we gewoon, ja, dat zou kunnen natuurlijk. Zo. Nou, we hebben nu echt een plek. Nu hebben we echt een plek. Dit plek wordt, dit is groot genoeg. Juist, even die pompoenen eruit halen. Wat we nog hebben. En dan is het mooi, kijk. Wat doe ik bijna? Ik denk dat we dan... Kijk, het volgende week donderdag is het alweer zover. Dus we hebben nog even, we kunnen nog even een lekker voorraadje aanleggen met die pompoenen. Dus dat is hartstikke mooi. Kijk eens aan. Nou, dan ga ik het hier eens op laten, jongens. Dan zien we elkaar morgen nog. En dan gaan we kijken welke spullen dat we nodig hebben. Misschien dat we morgen al meteen naar nader in gaan. Dat die kwart gaat of wat anders. We zullen het zien. Ik ga hier in ieder geval afbelaten. Dus wij zien elkaar gewoon weer morgen om 4:30 terug. En dan gaan we verder hiermee. Om te kijken dat wij hier. Als je nog een leuke andere idee hebt, laat het me weten. En dan kunnen we die voor volgend jaar misschien al aan over na gaan denken. Dat die dan misschien volgend jaar gaan vallen. Maar hier is een mooie. Is er een mooie schitterende ruimte. Ik vind van wel. Dus dat die plek gaan we ook mooi gebruiken. Kijk eens. Blijf kijken. Dank voor het liken. En tot morgen weer, jongens. Mazzel!